allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dutch Camel Gamers. Nou, zoals jullie weten ben ik Pieter. En vandaag gaan we verder met een nieuwe aflevering van Airport Firefighter Simulator. Wat de vorige keer erg goed bekeken is. Dus we gaan de dienst beginnen. Veel plezier met kijken. Nou, gaan we ingedeeld worden op een voertuig. Ik had vorige keer verkeerd opgenomen, dus let even niet op de puntentelling. We zijn vandaag op een engine ingedeeld, dat is een grote auto. Nummertje 3. Dus dat moet wel goed komen, dacht ik zo. Ja, oké. Dat voertuig even moeten testen, logisch. De muis reageert snel, daar moet ik even rekening mee houden. Oké, go to the work. Nummertje 3 hadden we. Zoals ik net al zei, was de vorige aflevering erg goed bekeken. Voor de nieuwe kijkers, dit is een spel wat zich afspeelt op een brandweerkazerne. En je bent brandweerman. De vorige aflevering hebben we met deze auto's gereden. Vandaag gaan we met nummertje 3, deze auto. We beginnen met het testen van het voertuig. Die doet het. Ja, gaan we eens even kijken. De kastverlichting doet het. Waarschuwingslichten, blauwe lampen doen het. Geen schade. Nee, dan gaan we even kijken of die afgetankt is en zo. Hij is afgetankt, dus we kunnen terug naar binnen. Dicht. Net op tijd. We gaan nog een keer de voertuigen laten zien. Nou, we hebben dus dienst op de tank uit de spuit. Maar hierachter staat de ambulance dienst. Ik ga er nooit uit. En de crashtenders. Yay. Daar hoop ik binnenkort dienst op te draaien met jullie. Het is nu 8:30 op de kazerne. De eerste 2,5 uur zijn al. Het gaat lekker snel. En dan gaan we wachten op alarm. Bij deze is het zo bij een groot alarm. Dan hoor je de sirene intern helemaal loeien. En na die uitdruk dan moet je gaan slapen. Dus dat is wat minder. Het geluid klopt af en toe niet, want hoor je in één keer een automotor. Koffie al gezet? Nee. Nou, het is dus wachten op het eerste alarm. Ik moest even niet zo sorry. Er zijn ook nog uitdrukdeuren. Je kan je auto testen, laat maar zeggen. Hey, het is licht buiten. Deur weer dicht. Hij stond te zwaaien. Zo cool. Nou, even een aanzicht van de kazerne. Dit is de kazerne. Daar zit de meldkamer daarboven. Gaan we dadelijk ook even kijken. Als we eraan toekomen. Nou, gaan we nog uitdruk krijgen. Het is even afwachten. Nou, hier zo pompen we de... Dat zeg ik fout. Hier vullen we de waterpomp bij. Dus de tank, watertank. Dus die je nodig hebt om branden te blussen. We gaan achter de collega aan. Collega, wat ga je doen daar in het gras?
Feuerweer. Even kijken wat hij gaat doen hoor. Hij weer zwaaien. Nee. Hij zegt kom dan jongen. Kijk, die is aan het googelen. Hoi. Hey. Alarm. Report a passenger terminal array. It's being reported that the landing gear overweighting. Okay. Daar gaan we. Op naar de eerste uitdruk. Ik zie al rook. Ja, en we zien vlammen. Even kijken hoor, die gaan we even met water blussen. Zo. Ik kwam nu nog ergens, maar ik kan even niet zien waar. Ze lopen van rondom het vliegtuig. Oh, kijk, daar is het. Mooi. Nou, zoals ik al gezegd, wij gaan even slapen. Zo, we zijn weer terug. Ik ga gelijk naar het voertuig, want meestal moet je wel wat bijtanken ofzo. We hebben 300 punten verdiend met deze inzet. Dat was gelijk de eerste uitdruk. We hebben vlammen gezien, jongens en meisjes. Kijk, dat bedoel ik, we zijn die luiken omhoog. Dus als je nu weer een vervolguitdruk hebt, dan rij je met luiken open. En dat willen wij niet. Nee. Dicht. Gaat hij nou dicht? Ja. We gaan even kijken of alles nog wel voldoende aanwezig is. Ja, makkelijk. Wij kunnen nog een keer uitdrukken als moet. We gaan even bij de meldkamer kijken. Die zit helemaal boven. Hoe hoger de rang, hoe groter de inzet. Dit is de meldkamer. Ja, het stelt niet heel veel voor. Ik had het vorige keer ook al laten zien. Maar voor degenen die voor de eerste keer kijken. Nog even een kleine introductie. Meldschermpjes. Hoi meneer. Ja, dat was het eigenlijk wel. Wacht op de volgende melding. Ja, vallen. Goed zo. Dit is de hoofdingang van de kazerne. Je moet het maar weten dat hij hier zit. Zoals ik al zei, het is heel lang wachten op de volgende uitdruk. Boe. Even kijken bij de ambulances. Dit is gewoon de reddingsdienst, denk ik dat erop staat. Ja, dit is de noodarts. Ja. De spoedarts en de ambulance. Wat zit hier allemaal? Een magazijn. Kleding. Het zijn toch wel mooie auto's hoor. Ja, wie weet hoe lang het nog duurt voordat we erop mogen. Zelfs heb ik er nog één keer of zo in een dienstje mee gereden. Dat ging toen niet heel erg van harte. Maar ja, het is niet anders. De kantine. Er is hier nooit iemand. Waar is ze? Oh, daar is er een.
Die is even op de wc geweest, denk ik. Ja. En je moet er wel in om zij bij je collega te kijken. Wat weet je nou? Ik zag wat rijden net. Zullen we even een rondje gaan rijden? Want staan we op de kazerne. We gaan een rondje rijden. Meestal komen de meldingen dan vanzelf. Zie je, dat bedoel ik. It's been reported that the landing gear of a waiting passenger aircraft is on fire. Zelfde melding als net, alleen een andere locatie denk ik. Dus daar gaan we. Ik zie er ook goed teken. Ik denk dat we hem echt wel benieuwd hebben. Nou, lampjes. Hoe heb ik dat vliegtuig? Hij rijdt achteruit. En nog hard ook. Even. Maar daar komen we niet voor. We komen om branden te blussen. Zo, dat was hem alweer. En daar gaan we weer slapen. Half zeven ondertussen. 300 punten verdiend wederom. We zitten nu op 2300 punten. Oftewel 2300. Zo kan je het ook gewoon noemen. Hop. Nee, staat een luikje nou dicht? Ja, nu wel. Apart. Ik denk dat we nu bij moeten tanken. Dus dat gaan we even doen. We beginnen met water. Dichtbij. En diesel. Maar het moet weer ergens anders. We rijden 130, 120. Kijk ook. Slobber. Zo, hier zijn we vol. Ik heb de landtrein. Leuk man. Kijk, een heli daarboven. Het gele ding wat je ziet. Ik kan niet inzoomen, dat is jammer. We gaan er even kijken. Maar hij gaat juist weg, hij landt niet. Jammer. We gaan maar terug naar de kazerne. Dan gaan we maar even slapen. Daar is nu wel tijd voor. Of we moeten een melding krijgen. Ik heb pas twee meldingen gehad, zit te denken. Dat is niet zo heel veel. Pas in de eerste aflevering hadden we een stuk of 4-5. Als het niet meer was. Toen reden we in dat kleine autootje, een kleine melding. Het is
moeilijk te zien dat er een donker bij de kazerne is. Maar we hebben als referentiepunt deze bal. De waterbal. Oh, gaat het verder. We zijn er weer. Tijd om te slapen, zeiden we. Oh, die kant op, die kant op, die kant op. Of gaan we niet slapen? Ja, we gaan wel slapen. We gaan niet slapen, zie ik. Coming out of the roof of a building. Ik denk dat dit een loze is. Maar ja, dat zien we pas ter plaatse. Voor ons. Ik ga het geluid niet eens aanzetten dus. Ik denk dat die loos is. We gaan het zien ter plaatse. Er zitten daar geen gebouwen. Oh, niet! Kijk, brand. Ik wil versterking. Dus pakken. Kijk of die de brand uit krijgt. Ja, goed. We hoeven niet te slapen. Hij is wel half vol nog maar. Had eigenlijk ook water kunnen pakken. Ja, met deze inzet hebben we ook weer 300 punten verdiend. Heel fijn. 10:30. We werken tot 6. Dus de dienst zit er al bijna op. Nee, ik dacht echt dat die loos was, niet dus. Dus heb ik dit soort meldingen, dan blijft het niks te zijn. Vandaag dus een keer wel. Nou. Was iets te langzaam. Zo. We zijn binnen en we gaan slapen. Of ik moet weer de trap oplopen en er komt een alarm. Even denken, waar zit de slaapkamer? Hier volgens mij. Ja, we komen er net vandaan. Maar al die deuren open, dan worden we collega's. Zo, wel rusten. Zo, we hebben even geslapen. Het is 4:30 geweest. Maar koffie drinken. Ik maak al die deuren open. Stomme Pieter. Hop, springen. Jump. Is er al iemand hier? Nee, nog niet. Is er al koffie gezet? Ook niet. Slechte collega's heb ik toch. 4:00 is het. Nog 2:00 te gaan. Dan moet jij niet slapen. Nee. Oké. Lekker omroep. Mooi man. Maar even 4:00. De tijd gaat snel. Je loopt naar de andere kant van de kazerne. Het is een kwartier later. 2600 punten hebben we al. Fris neusje scheppen. Hoi meneer. Wat ga jij doen? Ik ga naar beneden. Oh, toch niet.
is fire or not. Oké. We gaan beoordelen of het brand is of niet. Makkelijk. Geen brand. Nou, daar gaan we. En het is brand, want ik zie de vlam al. Toch? Ja. Uit die herrie. Staat er een brand dan? Hè? Wat is dat dan? Een vliegtuig in brand. Nee, joh. Gewoon een serieuze grote brand. We hebben een grote brand. Yeah. Gouden slang pakken. Ja, jongens. Wapentij. Ik denk ook dat de dienst gelijk afgelopen is. Dus ik ga jullie weer bedanken. En zo meteen doen we dat. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Wat hebben we gedaan? Even kijken. We hebben 4 grote meldingen gehad. 2900 punten nu verdiend. En we zijn vandaag rang leading fireman geworden. You still need 5000 points to be promoted to the next rank. Have the promotion to fire chief fireman. Oké. The flagship of the fleet, the Panther, is available to you. Oké. Dat is leuk. Nou, ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deel 2 van deze aflevering. En hoop ik jullie graag weer terug te zien bij een nieuwe aflevering. Laat even weten wat je ervan vindt in de reacties. Vind je het leuk? Duimpje omhoog. Volg ons even op de Facebookpagina. De link staat onder in de beschrijving. Twitter hebben we natuurlijk ook, die kan je volgen. Zelfde verhaal onder in de beschrijving. En ben je nog niet geabonneerd? Klik even op het knopje abonneren voor meerdere filmpjes. En ik hoop jullie graag terug te zien bij een nieuwe aflevering. Zie ik jullie dan? Gezellig. Doei!